Een paar dagen terug is Rick Brink jaar minister. Super tof dat je kijkt naar een gloedeel vlog. Mijn naam is Van der Pot, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Net lekker gedoucht ook. Maar ik zit iets te zoeken. Ah, ik weet wel wat ik wou zoeken. Dat is om afstandsbediening aan te zetten. En ik laat het ook weer vallen. Die moet ik aandoen. En deze. Dan ben ik klaar. Zo, tv'tje aan. Wat ik ook dan nu lekker ga doen, is lekker rolgordijn open doen. Dat is wel heerlijk wat er is. Om lekker wakker te worden. Zo. Bam. En lekker helder weer buiten. Heerlijk is dat. Tussen de tijd, lekker koffie zetten nog erbij. Wat ik ook wil vragen is, ben jij trouwens nog niet geabonneerd? Zou super tof zijn als je beneden alvast abonneert en blauw duimpje achterlaat. Zou heel erg super tof zijn. Dan ga ik nu even naar de badkamer namelijk. Want dan ga ik even haren kammen. Maar dan sta je in de badkamer en zie je dat het raam nog helemaal beslagen is. Dan doe ik hem even dit. Oh, door die warmte natuurlijk. Zo, even mijn haar goed doen. Hapskerij, die ik vind het zo voldoende. En dan ga ik nu lekker naar de koffie toe. Maar ik ga nu ook nog even een kopje pakken. Zo. En dan lekker koffie zetten. Dus laten we dat doen. Net even lekker. Kan jij eten geven ook nog? Ook nog gedaan. Nu weer lekker van een bakkie. Pleurgenieten. Laten we dat even lekker nu even editen dadelijk. Wat gaat de tijd hard? Een paar dagen terug is Rick Brink jaar minister van de gehandicapte zaken. En wat is een mooi terugkijk nadat ik bij ben geweest. En ik kan er reden van vertellen waarom ik bij ben geweest. Ik heb toen ook gesolliciteerd voor de gehandicapte zaken. En dat ik erbij was, zie je nu terug. Ja, hoe een mooie beleving was dat om eigenlijk bij je te zijn. En ja, ik heb van genoten dat ik bij je ben. Dat ik Rick Brink heb gezien dat hij winnaar was van minister gehandicapte zaken. Ik vond dat ongelooflijk. Nog steeds mooi om te zien. Bizarre tijd. En dan zie je al beelden terug wat hij ook van dit periode gedaan heeft. Ik ben ongelooflijk trots wat hij neer heeft gezet. Al deze moeilijke tijd ook. Hij heeft zoveel voor mensen met beperking gedaan. Maar ben ik super trots op hem natuurlijk. Ik kom thuis en ik heb benauwd gekregen. Want hier binnen is nu 25 graden. Ik heb een ventilator lekker gewoon aangezet. Oh, dat is heerlijk. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Als je juist gaat praten in deze soort ding. Heb je zo'n apart stem. Hallo. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pot. Dit vind ik best wel grappig. Ik denk dat jullie ook wel grappig vinden, of niet? Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Maar ik ga nu even lekker eten maken. Want ik heb een lekker lasagne. En ik was net al gebeld door de begeleiding of mee ging eten. En ik heb gewoon gezegd, weet je, ik ga donderdag gewoon mee eten. En dus morgen
Dus dan ga ik dan morgen lekker met de groep mee eten. En dan zie ik voor de rest wel. Maar ik denk als dat er komt. En ik zit even te kijken. Ik zit even de sprudie af te halen. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Die is eraf. En deze ook maar eraf halen. En ga gelijk erin stoppen. En ook kijken hoe lang die erin moet. Eigenlijk moet ik het weten, maar dan vergeet ik telkens. En ik weet het weer. Zo. Zo. Die zit erin. Die is ook klaar. Bijna over een half uurtje. En dan nou wachten tot die klaar is. En tussentijd ga ik ook lekker radio aanzetten. Dus laten we dat ook even lekker doen. Jan en Dian. Hatskadee, klaar is Kees. En wat ik ook lekker vind, even nu, omdat ik gewerkt heb en dat het nu ook benauwd is, even lekker glas. Even lekker bidonje water drinken. Tuurlijk van. Ja. Dus ga ik dat even lekker doen, water drinken. Ik hoor dat de lasagne lekker klaar is, dus die ga ik eruit halen dan. Pak plankje bij, leg ik die even neer. Zo, die daar. Deze erbij. En dan ga ik uit mijn halen er maar. Oh, het is wat lek trouwens bij je ventilator zitten. Als het zo warm is. En wat ik ook tussentijds ga doen is deze stukjes, een klein stukje snijden en dan ga ik lekker eten. Dus ik zeg alvast eet smakelijk. Ik ga nu even lekker eten. Ik zat lekker te bellen met Sanne en opeens er gebeurde wat. En ik weet niet of jullie... Oh, er valt nou een reuze mee. Daar in de verte, daar zo, lag echt een enorme grote plas. Water, ja. En wat ook kwam, is hele plas van daarboven. Letterlijk daarboven die gat daar. En dit is allemaal hier opgekomen. Ik weet niet of jullie kunnen zien, het is ook wel opgedroogd natuurlijk. Vandaar dat alle apparaten die nu daar staan. Want ja, jullie kunnen niks meer zien. Ik heb voor de zekerheid dit gedaan. Al gaat nou vannacht bijvoorbeeld regenen. En... Volgens mij zit hij ook helemaal los. Maar dat lijkt wel zo misschien. Maar ja, dat is ook natuurlijk helemaal vies. Dat weet ik uit mijn ervaring. Want ik heb het is zelfs een keer schoongemaakt dat. En toen kwam ook al vies spul uit. En dat is net ook vandaag ook nog gebeurd. Dat kunnen jullie wel zien aan deze dok nu. Allemaal troep zit eraan. Maar ja, het is gebeurd. En ja, ik baalde wel als stekker dat dat is gebeurd, dat de regen naar beneden kwam. En op daar helemaal plaswater lag. Dus, maar ja. Nu even lekker achter YouTube computer zitten. Gezellig met Sander lopen bellen. En nu maar, ja. Even bijkomen van dat ik op moet rijden in ieder geval daarvan. Echt als echt irritant werk in ieder geval. Ik zit trouwens ook nog te denken, omdat het nu hier 25 graden is, ga ik de snoer, ga ik even deze ventilator ook maar even stro geven. Die heb ik pas geleden nog losgehaald, maar die ga ik dan weer aanzetten. Want deze is gewoon niet te doen, hier warmte is niet te doen gewoon. Echt, het is zo'n 25 graden hier binnen bij mij. En ik zat nog te denken, ik had Sander nog gebeld, ik ga denken lekker gewoon... Denk de raam opengooien dadelijk, ook nog. Ga ik ook nog doen. En ik zet hem vast aan. En ik zet hem vast aan, die ventilator. Zo, lekker maar naar mij gericht. En dan gooi ik rolgordijn even open. Want, even moet lekker muziekje nog op zetten. Want ik ga denk ik raam open gooien, want het is echt enorm benauwd gewoon hier binnen. Echt niet normaal om te doen. Dan gooi ik deze gewoon naar beneden. Dat zonder scherm. Ga ik dan maar doen. En dan gooi ik lekker raam open. Helemaal. Ga ik dan maar doen. Want zonder scherm doe ik naar beneden gewoon voor privacy dingen. En dan kan ik nog wel ramen open gooien. Als het niet gaat regenen natuurlijk. Maar ja, ik gooi deze dan helemaal open. Hoppakee. Hop. Zo,
Dat is ook weer gebeurd. Misschien wel geluiderig, maar ik ga dan lekker opengooien. Dus ga ik dat doen. En wat ik ook gelijk wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Dat ik hier ook wel afsluiten. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou het super tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Dit zijn trouwens stapels die weg kunnen. Dus die gooi ik ook weg. En voordat ik weggooi, heb ik ook nog een stapeltje wat niet weg kan. Maar ik ga ze nu even naar.